Dag lieve kinderen van VWO 3 VWO Natuurkunde. Van harte welkom bij deze instructie van hoofdstuk 2, paragraaf 1. Dus de paragraaf genaamd elektrische energie produceren. En die is te vinden op pagina 62. Daar begint deze paragraaf. En als jullie even kunnen bladeren naar pagina 62... Dan zien jullie daar staan dat het begint met elektriciteitscentrale. Daar ga ik het in deze instructie niet over hebben. Want die hebben we al gezamenlijk gedaan of die gaan we nog gezamenlijk doen. Ik ga wel beginnen bij pagina 63. En dat is het kopje de dynamo en de generator. Die zie je staan onder het plaatje van de koeltorens. Daar begint mijn instructie. En het gaat over hoe een dynamo is opgebouwd. En die werkt op inductiespanning. Nou heb je het woord inductie misschien wel een keer gehoord bij een inductiekookplaat. Die werkt op precies hetzelfde principe. En in principe is dat er een spoel is aangesloten op een generator. En die spoel, daar gaat een magneet, die gaat er in en uit of die gaat daar overheen en creëert daarmee verschillende spanningsvelden. Nou, hoe dat gaat, dat kan mijn mede-natuurkundige Diederik Jekel, die kan dat heel mooi uitleggen. En dan zal ik jullie meteen even een filmpje van laten zien, want hij heeft dat al een keer helemaal uitgelegd. En kan ik nog wel een keer alles uit gaan leggen, maar ik kan het net zo goed direct op deze manier aan jullie laten zien. Dus dat filmpje, dat komt hier aan. Let op. Wat leuk, een vraag over dynamo's. Geloof het of niet, opa vertelt, maar toen ik jullie leeftijd had, toen had iedereen een dynamo. Niet van die losse lampjes met een batterij, maar nee, gewoon zo'n leuk zwart ding wat tegen je band aan zit. Ja, de dynamo. Je draait aan de bovenkant en aan de onderkant komt stroom uit. Is het magie? Nee, het is niet magie. Als je hem openmaakt, zie je van binnen dat hij uit twee onderdelen bestaat. Een van die delen, dat is een magneet die vastzit aan zo'n wieltje. Dat wieltje dat zit tegen je band aan en daardoor gaat die magneet heel erg snel draaien. Nou ja, magneten heb je waarschijnlijk allemaal wel eens mee gespeeld. Hartstikke leuke dingen. Tegengestelde polen, Noord- en de Zuidpool, trekken elkaar aan. En gelijke polen, bijvoorbeeld hier twee Zuidpolen, die stoten elkaar af. Maar ook magneten trekken ijzer aan. En de magneet van de dynamo, zie je dat? Het is magnetisch, dit is van ijzer. Oh, hij blijft plakken. Nou, magneten zijn heel erg bijzonder. Want ik heb hier hele sterke magneten en een bakje waar allemaal ijzervuilsel in zit. En daardoor kun je zien dat als je die magneet erin steekt, dat dat ijzervuilsel op een bepaalde manier eromheen gaat zitten. En dat komt omdat om magneten heen een magnetisch veld zit. Net zoals dat om een kacheltje allemaal warmte zit, zit om een magneet magnetisch veld. Je kan heel mooi zien dat dat ijzervuilsel zo dat lijkt te willen volgen. En dat kan ik ook hier mooi laten zien met allemaal deze kleine kompasjes. Die laten ook het magnetisch veld zien, want die volgen ook het magnetische veld. Als ik het hier opleg, dan zie je al meteen dat ze gaan bewegen. En al die pijltjes, die wijzen van de Noordpool naar de Zuidpool. Die laten het magnetische veld zien. Goed. Eerste onderdeel, magneet. En het tweede onderdeel is heel simpel een klos opgerolde elektriciteitsdraad. Die twee samen hebben we hier uitvergroot. Dit is een soort opengewerkte dynamo, maar dan groter. Hieronder zie je dat elektriciteitsdraad wat opgerold zit. En de magneet, ik maak een ietsje sterkere, deze die ga ik in en uit dat elektriciteitsdraad bewegen. En dat is wat er in een dynamo gebeurt. En als je dan goed kijkt hier op de meter, dan zie je dat er elektriciteit gaat lopen. En dat komt omdat in die elektriciteitsdraad deeltjes zitten die heten elektronen. Elektrische deeltjes, genaamd elektronen. Daarom heet het ook zo. En die gaan bewegen op het moment dat ze een magnetisch veld voelen veranderen. Dat er een magneet voorbij komt. Dan gaan ze gewoon rondjes draaien. Dat is wat ze doen. En uiteindelijk komen ze dan uit die draden. En als die draden dan vastzitten op je fiets aan bijvoorbeeld je lampje. Ja, dan gaat je lampje branden. Alhoewel fietsen wel makkelijk is. Of zo'n kant-en-klaar lampje. Maar ja, dat laat weer zoveel afval en batterijen achter. Zo'n dynamo is beter, joh. Nu we dat hebben gehad, bladeren wij naar pagina 64. Nou, dat gaat nog eventjes door over wisselspanning. Dat is ook uitgelegd. Dat gaan we ook niet over door.
We gaan wel verder bij halverwege de pagina, daar staat elektrisch vermogen. Daar gaan we het wel over hebben. Dat is heel specifiek elektrisch vermogen. Want vermogen kunnen wij op heel veel manieren uitleggen. In dit geval gaat het over elektrisch vermogen. En dan zien jullie meteen al dat het begint met wederom een nieuwe formule. En die formule die luidt P is U keer I. Dus pui zou je kunnen zeggen. En de P die staat voor vermogen. En die P die is afgeleid uit het Engelse woord power. Dan staat er de U. Die staat voor de spanning. En het is mij even ontgaan waar dat nou vandaan gekomen is. En dan staat er ook nog de I. En dat is de stroomsterkte. Dus je krijgt vermogen is spanning keer stroomsterkte. En de eenheden die daarbij horen, voor vermogen is dat watt, van de bekende Engelse uitvinder James Watt. Bij spanning hoort volt en bij stroom hoort ampère. En deze twee moet je niet met elkaar gaan verwisselen, want dat maakt nogal wat uit. Als je het hebt over stroom, dan is dat namelijk de stroomsterkte in ampère en niet in volt. Want het voltage is dan dus weer de spanning. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het is heel belangrijk om dat te onthouden. Dan gaat het boek verder met wattages uit kunnen worden gedrukt in megawatt. Ik zal jullie zo een plaatje laten zien. En dat noemt men prefixes. En dat heeft er dus mee te maken met wat voor prefix voor een eenheid staat. Watt is de kale eenheid. Hetzelfde als gram is een kale eenheid. Liter is een kale eenheid. Zet je er deci of centi of kilo voor, dan is dat een prefix. Nou, de meeste prefixes die kennen wij wel. Kilo kennen wij, hecto kennen wij, deci, milli, etc. Maar de wat minder bekenden, die gaan jullie nu zo op dat plaatje zien. Of die staat er al. En voor wattages wordt nog wel eens een keer de prefix mega gebruikt. Megawatt. Ja. En mega, dat is een miljoen keer zoveel als de standaard eenheid. Dus 1 watt staat gelijk aan 1 megawatt staat gelijk aan 1 miljoen watt. Heel belangrijk om die prefixes te kennen en ook hoe je terug moet rekenen. Oefen daar goed mee. Even kijken. Gaan wij door naar pagina 65. En pagina 65 gaat het over elektrische energie. Nou, we gebruiken het elke dag. Maar we gaan hier op een andere manier bij stilstaan dan dat wij gewend zijn te doen. En ook daar komt uiteindelijk weer een formule naar voren. En die luidt E is P keer T. Komt die P jou bekend voor? Zo ja, dat kan kloppen. Die hebben we net behandeld, maar dat is het vermogen. Dus met het uitgerekende vermogen kun je dus ook het energiegebruik uitrekenen door te vermenigvuldigen met de tijd in seconden. Dus voluit E van elektrische energie is vermogen P keer tijd T. Kleine letter T, geen grote letter T, denk eraan kleine letter T. Dus E is P keer T. Je zou de formule uit kunnen vouwen. Daarmee bedoelen we dat we de P, daar is al een aparte formule voor, dat we die nog eens een keer in de formule gaan verwerken. Dan krijg je de formule E is U keer I keer T. Dat kan ook. En de eenheden die wij gebruiken voor elektrisch energiegebruik, die kan in joule gedaan worden. De eenheid joule, daar gaan we zo meteen wat verder op in. Maar je kan in plaats van joule kan je ook watt per seconde gebruiken. Klinkt heel gek, maar dat is hetzelfde. Een joule per seconde wordt ook wel eens gebruikt. En dat is dan weer hetzelfde als watt. Die zijn uitwisselbaar met elkaar. Dan zien jullie daar onder die formule nog een voorbeeldopgave staan. Neem die even goed door. Is niet al te spannend, is niet echt heel erg moeilijk. Maar lees hem even goed door, zodat je weet waar het over gaat. Nou, dan gaan we nu verder met de eenheid joule. Die is bedacht door de uitvinder of door de wetenschapper James Prescott Joule. Dat was zijn achternaam. En zoals zoveel wetenschappers ontlenen ze hun achternaam aan een zekere eenheid. Zo ook joule. Dat is een bekende eenheid van energie. En jullie hebben mij net al horen uitleggen dat watt gelijk staat aan joule per seconde.
Dus 1 watt is hetzelfde als 1 joule per seconde. En dat klopt ook, want als je de tekst gaat lezen onderaan pagina 65, dan zie je het kopje beginnen, die heet de joule als eenheid van energie. Er staat een voorbeeldje van wat je kan doen met slechts 1 joule elektrische energie. En er staat een lampje van 1 watt 1 seconde lang laten branden. Dat klopt, want het is 1 joule per seconde of watt per seconde. En dan zie je ook dat die eenheden dus uitwisselbaar met elkaar zijn. Ze zijn hetzelfde. Er worden een paar voorbeelden meer gegeven, bladibla, heel interessant allemaal. Dat is niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat namelijk hier weer prefixes worden gebruikt. Want men spreekt over kilojoule en megajoule. Let even goed op hoe die cijfers geschreven worden. Want kilojoule, dat is een kleine k en dan een hoofdletter j. En megajoule is hoofdletter m, hoofdletter j. Belangrijke verschillen, zorg ervoor dat die goed in jullie copies zitten. Gaan we nog één keer doorbladeren, pagina 66. Daar begint het laatste kopje van deze paragraaf, dat is namelijk kWh als eenheid van energie. En kWh staat voor kilowattuur. Nou, je zou dan kWu moeten zeggen, maar we ontlenen heel veel uit de Engelse taal. Dus hier wordt dan gebruikt kilowatt hours. En die kun je kennen van jullie meterkast. Daar hangen van die apparaatjes die meten het energiegebruik in kWh's. Nou, hoe dat zit, dat kun je dan de formule toepassen. Dat is de formule E is P keer T. En dat staat onder de twee plaatjes die op die pagina staan. Dus die twee plaatjes van kilowattuurmeters. En dan staat daaronder hoe de formule E is P keer T hierop kan worden toegepast. De eerste die zegt het vermogen P en watt in de tijd T in seconde, dan vind je het energiegebruik E in joule. Dan staat er het vermogen P in kilowatt en de tijd T in H. Met H wordt dan weer het Engelse hour, oftewel uur, wat daarmee bedoeld. Dan heb je je energiegebruik E in kilowattuur. Dus het is ook wel heel erg belangrijk wat voor eenheid, wat voor prefix je bij de P gebruikt en wat voor tijdseenheid je bij de kleine letter T gebruikt. Je kunt ze niet uitwisselen met elkaar dat je zegt ik gebruik voor P gebruik ik watt en voor T gebruik ik uur, dus hour. Dat kan niet. Je moet één van de twee kiezen. Dus het is vermogen P in watt met tijd T in seconden of het is vermogen P in kilowatt met tijd T in hours, dus in uren. Af en toe moet je een hoeveelheid energie omrekenen, staat hier van kilowattuur naar joule. Daar heb je een heel handig bruggetje voor, want 1 kilowattuur staat namelijk gelijk aan 3,6 megajoule. En hoe dat zit, dat staat bijna onderaan de pagina. Laat ze zien hoe dat werkt. Je kunt het namelijk zelf narekenen. Het klopt altijd. In beide gevallen wordt ESP keer T toegepast. Als je gaat rekenen met P en je gebruikt een kilowatt en je laat het een uur aanstaan, dan is het 1 kilowattuur. Ja? Dus je laat een apparaat van 1 kilowatt een uur lang aanstaan, heb je 1 kilowattuur aan energie gebruikt. Ga je dat omrekenen naar watt en naar seconden, dan krijg je dus eigenlijk E is P keer T. En dan op de plek van de P vul je in 1000 watt, want dat is 1 kilowatt. En 1 uur staat gelijk aan 3600 seconden. Kun je allemaal narekenen, klopt allemaal. Maar dan kom je dus uit op 3,6 megajoule, oftewel 3,6 miljoen joule. Pagina 67 staat nog voorbeeld opgave 2. Lees die ook nog even goed door. Die is al ietsje pittiger, iets uitdagender. Verdiep je daar even goed in. En als je dat hebt gedaan, dan ben je klaar om de huiswerkopgave te gaan maken.